Deze beschouwing is heel erg luchtig. Het gaat erom dat een vrouw vindt dat de planeet moet worden gered door dat als de blanke heteroseksuele mannen uitsterven. Dit hoor je goed. Gelukkig is die vrouw academisch geschoold. En in haar wijsheid heeft de Universiteit van Cambridge haar professor gemaakt. Gelukkig heb ik er een potje thee bij. Als ik jullie was, zou ik dat ook maar even doen. Want we gaan echt lachen. Tenzij je een vrouw bent, dan ga je je kapot schamen. Of je bent een mens en je voelt je verwant aan dit creatuur. En dan ga je ook schamen. Ik schaam me eigenlijk niet. Want ik ben een heteroseksuele man en ik moet uitsterven om de planeet te gaan redden. Ja, het is me wat. Het kan gewoon weg niet gekker tegenwoordig. Er is een artikel, dat vond ik op Prison Planet, zoals je kon zien. En de titel luidt dus: Cambridge Academic says human race must become extinct to save the planet. En daar staat er een subtitel van Paul Joseph Watson, dat is een van de auteurs van Prison Planet, staat eronder en dan schrijft hij: And white men are first to go, obviously. En dat klopt, dat zegt ze even later verder op. Vooral heteroseksualiteit, dat irriteert haar in hoge mate. Ik zal er even in beeld halen. Zo ziet ze eruit. Je zal het maar tegenkomen. Je zal het maar op je verjaardag krijgen dat zoiets binnenkomt lopen. En ik. En zo dadelijk wordt het nog veel erger hoor. Nee, we gaan echt lachen. Dit is echt om in je broek te pissen van het lachen. Wat een mafketel. En die is professor. Ja. Dus professor Patricia McCormack. Dus ze zegt dan, even kijken hoor. A Cambridge academic has called for the extinction of humanity to save the planet while noting that white, male, heterosexuals are to blame for all the world's woes. En een woe is zoiets als iets wat heel vervelend is. Zou ik eigenlijk moeten opzoeken bij translate.google, maar heb ik nou geen zin in. Maar ga er maar vanuit dat dat heel erg, alle narigheid. Alle narigheid van de wereld. Er komt van blanke, heteroseksuele mannen. En zo dadelijk, ik heb een filmpje van haar gevonden. Ze geeft dus ook lezingen. Heel enge lezingen. Daar gaan we vandaag even naar kijken. Maar als eerste ga ik even in op wat zij zegt. Zij spreekt over het redden van de planeet. Hier ziet het staan. En nu ga ik even een stukje geschiedenis houden. En het gaat over taal. En kijk, voor degenen die nieuw zijn, ik ben nogal taalgeoriënteerd. Ik hou van taal. Ik vind ook dat taal gebruikt moet worden. En dat je in je taalgebruik je aangeeft of je tot dat deel van de. Dat zijn dus de mensachtigen. Je hebt allerlei wezens en die zien eruit als een mens. Maar een heel groot deel, dat zijn helemaal geen mensen. Dat zijn namelijk apen. Ja, dat zou je niet zo snel denken. Maar dat geloven die mensen. Die geloven dat ze van de apen afstammen. En dat zijn dus geen mensen. Dat zijn eigenlijk dieren. Ja, dat ik het even weet. Dus, en die mensen die van de apen afstammen, die kan je herkennen aan heel erg wankel en inconsistent taalgebruik. Dat is natuurlijk ook heel logisch, want een aap. Ja, kijk, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat is de mens. Hè? De mens heeft het woord. Het woord ging vooraf aan de mens en de mens is geschapen naar het evenbeeld van het woord. Het woord is het krachtenveld. Dus de mens heeft alles te maken met het woord, maar de apen
En die weet helemaal niet van taal. Dat weet jij. Je hoeft naar de dierentuin te gaan. En heb je daar ooit een aap horen vragen van... mag ik pen en papier? Want ik wil wat opschrijven. Ik wil een brief schrijven aan mijn familie in het oerwoud. Nee, helemaal niet. Apen die doen helemaal niks met taal. En dat merk je dus aan die mensen die van de apen afstammen... dat ze echt niks met taal hebben. Die flappen woorden er maar gewoon uit. En dan bijvoorbeeld het woord planeet. Nou, waar komt het woord planeet vandaan? Nou, dat komt uit het oude Griekenland. Want daar sprak men Grieks. Niet gek natuurlijk, hè? Dat ze Grieks spraken in Griekenland, hè? En daar waren ze zich bewust van het feit dat er 's nachts behalve de maan, dat er ook sterren waren. Lichtpuntjes. In de nacht. Ja. En dan hadden ze twee soorten sterren, namelijk vaste sterren en zwerfsterren. Oftewel bewegende sterren. Het was zo opgevallen dat een ster zoals de Poolster, die staat altijd op dezelfde plek en die blijft stilstaan. Die is niet helemaal zo, want die draait natuurlijk in de rondte, maar ze hadden in de gaten dat die dingen stilstonden. En andere sterren, die heten zwerfsterren en zwerver, het Griekse woord daarvoor is planaire. Dus dat, de zwerfsterren, dat waren de planaires. En dat werden nu onder de planeten, want die zwerfsterren, dat weten wij nu, dat zijn helemaal geen sterren. Dat zijn planeten. En hoe zit het nou in elkaar? Nou, het zonnestelsel, dat heeft een zon, die heeft een aarde en 8 planeten. En samen is dat 10. Dat is heel grappig. Hè? Dus je handen bijvoorbeeld, hè? Heb je aan iedere hand heb je een duim. Nou, dan kan je zeggen, je rechterduim, dat is de zon, je linkerduim, dat is de aarde. En dan heb je nog 4 vingers aan beide kanten en dat zijn de 8 planeten. Ik zeg maar even wat, het is gewoon numerologische toevalligheid, zullen we zeggen. Maar je hebt dus de zon, je hebt de aarde en je hebt 8 planeten. En zo was het. Daar komt het woord planeet vandaan. Dat is een zwerfster. Nou, en inmiddels weten wij dat er planeten zijn, dat zijn dus geen sterren. En we weten ook ongeveer hoe ze eruit zien. En planeten zijn niet bewoonbaar. Daar kan je niet overleven. Ze hebben geen atmosfeer, om maar te beginnen. Of ze hebben een atmosfeer en die bestaat uit... Ja, zeg het maar daar word je niet blij van. Op planeten, daar is niet zoiets als regen. Ook geen zeeën. Geen ijsbergen die smelten. En waar mensen zeggen... Oh, planetaire verwarming. Oh, we gaan allemaal dood. Nee, want er woont ook helemaal geen hond. Planeten zijn volslagen uitgestorven. Als we het hebben over leven op Mars... Mars is een van de planeten. Hè? Als we het hebben over leven op Mars... dat denken ze dan, hè, dat er leven is op Mars. Maar dan heb je het over, wat ze dan zelf vermoeden... dat er misschien hele kleine microben zijn. Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Maar die zijn nooit gevonden. Maar dat is dan een theorie. Want er zouden microben kunnen zijn op Mars... Er zijn natuurlijk geen dinosaurussen op Mars, want daar hadden we ze gezien. Ja. We zijn er toch geweest, zeggen ze, met zo'n Marswagentje. Nou, er was geen dinosaurus te bekennen. Hè? Ook geen vleermuizen, ook geen muizen, ook geen vogels, helemaal niks. En er groeit ook helemaal niks. Er groeien ook geen planten. Ja, dus een planeet is een typisch voorbeeld van een totaal uitgestorven, levenloos ding in de ruimte. Je kan je afvragen wat het nut is van een planeet. Daar zijn wel theorieën over. Bijvoorbeeld een planeet als Jupiter, een hele grote jongen, die heeft een aantrekkingskracht van heb ik jou daar. En dat wordt dan gezegd dat ruimtepuin, allerlei rotzooi die door de ruimte heen raast met een ongelooflijke snelheid, dat die door met name Jupiter worden aangetrokken en dat Jupiter als het ware een soort stofzuiger is... En die dan dat ruimtepuin omleidt en ervoor zorgt dat het ruimtepuin niet in de binnenste regionen terechtkomt, waar het op aarde zou kunnen inrammen. Dus op aarde heb je relatief weinig inslagen van meteorieten en asteroïden en zo. En dat komt door die planeten.
Je zou dus kunnen zeggen dat zo'n zonnestelsel heeft een zon nodig. Het heeft een aarde nodig, want anders heb je niks aan die zon. Hè? En dan op de aarde heb je al dat leven en dan heb je nog 8 planeten nodig. En ja, dat geheel, die 10 dingen, dat is een zonnestelsel. En het zou kunnen zijn dat er nog een zonnestelsel is, natuurlijk. Waarom niet? En dan zal op dat andere zonnestelsel zullen er ook, denk ik, wel mensen wonen. Als God 2 aardes heeft geschapen. En waarom zou dat niet kunnen? Het is wel zo dat als er nog een aarde is, dat wij niet kunnen communiceren. Want wij zijn gebonden aan de maximale snelheid. En die is 300.000 kilometer per seconde. Dat is vrij snel. Maar het schiet niet op over de lange afstanden die je zal moeten reizen voordat je bij een ander zonnestelsel komt. Want de dichtstbijzijnde ster, dat is Alpha Centauri, ja, die heeft helemaal geen planeten. Laat staan een aarde. Dus daar is geen aarde en geen planeten. Dus nou, en Alpha Centauri zit al op 6 lichtjaar. Of 60.000 lichtjaar. Maar al heel ver. En het is maar de vraag of je dus kan reizen door een vacuüm met de snelheid van het licht. Want hoe wou je dat doen? Je kan in een vacuüm kan je niet zoiets gebruiken als een propeller. Een propeller heeft een medium nodig, hè, water of lucht. En dan blaas je het water of het lucht, dan pomp je naar achter en zelf ga je naar voren toe. Maar in een vacuüm, hoe moet je dat doen? Hè? Oh, maar dat doe je net als een raket met een raketmotor. Ja, maar dan moet je dus rotzooi naar achteren uitstuwen. En ja, op een dag is de rotzooi op. En hoe ga je jezelf dan vooruit planten, voortplanten? Qua snelheid. Als de rotzooi op is. Ga je dan toiletrollen naar achteren schieten of zo? Ja, dat is allemaal van die praktische dingetjes. Wij komen niet van de aarde af. En ook als wij gaan proberen te communiceren, ja, een radioboodschap gaat met de snelheid van het licht. En hoe weet je nou of ze daar jouw boodschap zullen begrijpen? En trouwens, als het, zeggen we wat, 6.000 jaar duurt voordat ze daar onze boodschap binnenkrijgen, dan duurt het ook nog een keer 6.000 jaar voordat die reactie weer terug is bij ons. Ja, dan zijn we al 12.000 jaar verder. Ja, ha. Kijk, zo'n gesprek, dat schiet niet echt lekker op, hè? Laat staan dat je elkaar wat fysieks kan sturen. Dat gaat al helemaal niet. Kortom, er is wat ons betreft, er is maar 1 zon en er is maar 1 aarde. En er zijn 8 planeten en het is het. Nou, en dan heb je dus deze vrouw die denkt dat wij op een planeet wonen. Maar wij wonen helemaal niet op een planeet. Wij wonen niet op een zwerfster. Want kijk naar de eerste beste planeet. Kijk maar hoe die eruit ziet. Kijk maar naar een foto van Mars. Daar heb je toch foto's van? Gelooft toch iedereen? Jupiter kan je zien door een verrekijker, sterrenkijker. Dat ziet er niet uit als een aarde. Dat is geen aarde. Dus Jupiter is geen aarde. En de aarde is geen planeet. Punt. Het is een aarde. Dat is iets heel anders. En de zon draait in zekere zin ook om de aarde heen. Ook dat nog een keer. Nou, wist je niet misschien, maar het is echt zo. De aarde draait om de zon en de zon draait om de aarde. Ja, zo is dat. De maan draait om de aarde en de aarde draait om de maan. Allebei. Dat zijn de wetten van die heteroseksuele verschrikkelijke man Kepler. K-E-P-P-L-E-R. De man die zo verschrikkelijk aan zijn einde is gekomen. Maar Kepler heeft het netjes opgeschreven dat de aarde in zekere zin ook een zwaartepunt is voor de zon. Weliswaar is de zon het zwaarste, dus wij draaien relatief gezien meer om de zon dan andersom. Maar de zon draait ook om ons. Wij draaien samen met de zon om een gezamenlijk middelpunt. Maar dat doet de zon dan ook met Saturnus en met Jupiter en met Mars. En ja, kortom, dat is een gewiebel van je welste. Dus een zonnestelsel is daadwerkelijk een eenheid waarbij er van alles om elkaar heen draait. En wij kunnen. Er is geen wiskundig model waarin je Newtoniaans, zoals het heet, precies kan vertellen hoe de boel zal gaan draaien. Je kan het niet eens precies voorspellen. Met het eindige elementenmethode kom je in een eindje, maar je kan dus niet de hele formules uitschrijven, omdat het stomweg te ingewikkeld wordt. De wiskunde is daar niet voor.
Je kan dus met op basis van tabellen en dan kan je wel iets gaan extrapoleren, maar je weet het niet zo exact. Neem de baan van een kanonskogel, die weet je exact. Als je de wrijving met de atmosfeer buiten beschouwing laat, dan weet je exact hoe een kanonskogel zich zal bewegen. Dat is een parabolische baan. Dus die hele wiskunde is uitgeschreven. Maar dat weet je dus niet bij het zonnestelsel. Ja. En deze vrouw, die is dus van mening dat de aarde een planeet is. Nou, die is die helemaal niet. Je kan net zo goed zeggen, de mens is eigenlijk een atoom. Nee, we zijn geen atoom. We zijn iets heel anders dan een atoom. En maar zij stamt ongetwijfeld ook van de apen af. En zij ziet dus ook niet het verschil tussen een aap en een mens. Dat is voor haar hetzelfde. Zij heeft dus een... er is dus iets mis met haar denkvermogen. Dat wil ik maar zeggen. Dus op het moment dat je niet het verschil ziet tussen de aarde en die 8 planeten... dan is er iets mis met je bovenkamer. Het is vrij simpel. Daar hoef ik toch weinig aan toe te voegen, hoor wel. Jij denkt toch ook hopelijk niet dat wij op een planeet wonen? Want wij wonen niet op een planeet. Dit ding heet, de officiële term daarvoor is Terra. T-E-R-R-A. Dat denk ik ook Grieks. Aarde noemen we het ook wel. Haaretz op zijn Hebreeuws. Het is de wereld, mag je het ook noemen. In principe kan je zeggen het centrum van het universum. Kan je ook zeggen. Waarom niet? Dit is de enige plek waar leven voorkomt. En dit is ook de enige plek waar nagedacht wordt. Niet door deze vrouw, maar wel door mij. Want ik heb je net uitgelegd hoe het zit. Mijn vader at meestal jonge spruitjes uit Nieuwe Pekela, bijvoorbeeld. Nou, dat is nou typisch iets, dat zal die vrouw niet weten, dat mijn vader meestal jonge spruitjes uit Nieuwe Pekela at. Jij misschien ook niet, maar dat is een ezelsbruggetje, want mijn vader, M-V-A, mijn vader at meestal M, jonge spruitjes, J-S, en dan uit Nieuwe Pekela, U-N-P. Dat zijn de beginletters van de planeten en de aarde. Dus Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto en... uit Uranus, Neptunus, Pluto. En dan kan jij nog zeggen, maar Pluto is geen planeet hoor. Het is hier veel te klein. En dat is een hele discussie. Maar Pluto is te zien en Pluto is net als... Uranus en Neptunus en Mercurius. Het is precies zo'n ding. Zonder leven, zonder niks. Er groeit helemaal niks. Er zijn ook geen vogels, er zijn geen wormen. Uitstekende plek om op vakantie te gaan als je niet van muggen houdt. Als je een plek wil van, ik wil op vakantie, maar dan moeten er geen muggen zijn. Nou, Pluto is je vakantiebestemming. Daar zal je echt geen mug aantreffen. Geen hond ook. Als je een vakantie wil zonder gezeik, zonder... Allemaal van die jeugd opgeschoten tuthola's met veel te luidruchtige radiootjes. Nou, ga naar Saturnus. Er is echt geen hol te beleven. Ja, een beetje stormen en zo, dat heb je daar dan wel. Dus dat dacht ik wel, ja. Qua temperatuur is niet zo lekker, maar... Geldt ook voor Venus. Venus is veel te heet. Maar dat zijn dus planeten. En Pluto is wat mij betreft een planeet. Ja, daar kun je over discussiëren. Maar het is een zwerfster. Een planaire. En de aarde niet. Nee. Punt. Want de aarde die heeft leven. En er wordt nagedacht. Tenminste, door sommige mensen. Namelijk jij en ik. Ik denk na en jij ook, want je begrijpt wat ik bedoel. En dit mens is... ik weet het niet. We komen dus zo dadelijk... ga ik wel iets vertellen en dan zal je zien dat ze echt... heel raar is. Maar goed. Zij heeft een boek geschreven. The A-Human Manifesto. En daarin argumenteert ze dat de enige manier...
om een ecologische ramp te voorkomen, is om te beginnen met de voortplanting geleidelijk uit te faseren. Dus ja, het blanke ras, waar zij zo'n pesttekel aan heeft volgens mij, het blanke ras zit momenteel op 1,3 kind per vrouw. Dus het is een beetje wandelen achter de muziek aan, zou ik zeggen. Hè? Kijk, als je 1,3 kind per vrouw hebt, en aangezien de mannen geen kinderen kunnen krijgen, praat je over 1,3 kind per 2 volwassenen. Ja, dat betekent dus dat je per generatie heb je nog maar 1,3 mens over van de 2. Dus per generatie daal je dus met 35%. Dus, maar zij vindt dan dat dat niet genoeg is en die natuurlijke teruggang, daar wil ze nog een schepje bovenop gooien of zo. Ik snap echt niet waar de mens mee bezig is, hoor. Heeft het ook. Ik zal het even in het Engels voorlezen. The basic premise of the book is that we are in the age of the Anthropocene. Het Anthropocene. Anthros staat op mens. Dus het menstijdperk. Humanity has caused mass problems and one of them is creating this. And one of them is creating this hierarchical world. Dus one of the problems is dat er een wereld gecreëerd is, een hiërarchische wereld, where white, male, heterosexual and able-bodied people are succeeding and people of different races, genders, sexualities and those with disabilities are struggling to get that. Ja, ja. Natuurlijk. Ik dacht het altijd al. Different races? Sorry. Kijk, ik heb helemaal geen bezwaar tegen andere rassen. Wat is er nou? En ik praat niet eens over rassen. Ik vind er is maar één soort mens en die heet mens. De eerste mens. Mijn dochter vroeg dat een keer van, pop, wie was de eerste mens? Nou, had mijn dochter en ik, hadden we netjes Hebreeuws gesproken, dan had ze die vraag nooit gesteld. Want dan had ik gezegd, de eerste mens, die heet een mens. Want Hebreeuws is lekker simpel. En toen er nog maar één mens was, ja, hoe heette dan die mens? Ja, mens natuurlijk. Dat hele gedoe met namen, dat is pas later gekomen. Toen je 2 mensen had, en 3 mensen, 4 mensen, terwijl het een beetje ingewikkeld, dan vroeg de ene mens en die andere mens, hey, waar is mens gebleven? Oh, bedoel je die ene mens die hier net was? Nee, ik bedoel die andere mens. Oh, die mens. Nou, die is daar. Ja, dat is heel onhandig. Dus toen kwam het idee van, laten we iedereen een naam geven. Dan kon die ene mens tenminste vragen aan die andere mens, waar is Piet? Maar toen dat nog niet was, toen je nog maar 1 mens had, ja, die heette gewoon mens. Dat is Adam. Adam is Hebreeuws voor mens. Dat is vrij simpel. Nou, dat is te eenvoudig voor deze vrouw. Daar houdt ze niet van. En die, dan zegt ze hier, McCormack, zei dus, hè, Patricia, said her ideas were first inspired by her interest in feminism and queer theory. Nou, dan wil jij natuurlijk graag weten, wat is queer? Nou, die gaan we even opzoeken wat translate.google daarvan zegt. Even translate.google, dat is geschreven door mannen. Mannen hebben dit allemaal uitgelegd. Maar de hele computergebeuren, daar hebben vrouwen niet aan meegewerkt. Om het maar in één keer eruit te flappen. De bijdrage van vrouwen aan het tot stand komen van de computer is marginaal. Maar goed. Even in dit white heterosexual systeem. Oh, dat zijn de zonderlingen. Aha. Nou, en als je dan gaat kijken naar foto's van queers. Kijk, wat, dit is even onvoorbereid hoor. Wat is een queer? Nou, dit is dan een queer. Nou, die vind ik wel behoorlijk queer, ja. En die is queer.
Het gaat dan om een dinges. Wie is er queer? Oh, deze zijn ook queer. Maar dat zijn de queer. Oh, dat is een filmserie. Oh, deze vind ik wel heel erg queer. Die vind ik wel queer, ja. Oh, deze vind ik ook wel queer. Ja. Oh, die is wel heel erg queer. Met het bonzo. En het rare hemdje. Ja, die is wel erg queer. Die is wel erg zonderling, vind je niet? Oh, die is queer. Ja, dit vind ik wel heel queer. Vind ik zelf. Wij noemden dit vroeger een travestiet. Het is ook een gender identity, hè? Dat je queer bent. Wat voor gender identity ben jij dan? Nou, ik ben queer. Hier heb je gay versus queer. Dat kan dan ook nog. Deze man is denk ik queer. Of gay. Oh, dan kan je hier opzoeken. Deze man is een biseksuele activist. Oh mijn god. Is het nou van onzin? Waarom moet je nou biseksuele activist zijn? Nou, dat is het hele seksgedoe. Er zit een theorie achter natuurlijk. En die theorie, wat mij betreft, is die hele seksuele theorie, kan je samenvatten met het beginsel volwassenheid en dat niet iedereen dat bereikt. Dat veel mensen blijven steken ergens in hun puberteit toen ze met seks in aanraking kwamen en daar zijn ze niet helemaal uitgegroeid. Nou, dan krijg je dan hier, ik heb dat filmpje voor jullie klaarstaan, dan wordt het echt lachen. McCormack appears in a YouTube video entitled Performing the Occult, in which she discusses the crucial topic of vulvic demonitalia. Nou, nu ga je echt helemaal janken. Dit is haar namelijk bij die lezing. Ik heb de audio niet voor jullie klaarstaan. Maar je kan misschien een beetje horen. Dit is zij. Dan kan je even zien hoe zij... Dit lijkt me wel behoorlijk queer. Vind je niet? Zonderling. Zonderling als ik ben zonderling. En kijk, het hele gedoe met zonderling. Ik ben ontzettend zonderling. Vind ik. Ik ben echt heel bijzonder. Vind ik. Ik ken niemand zoals ik. Er zijn ook, er wordt niet zo vaak uitgemaakt voor een zonderling iemand, maar er zijn wel mensen die hebben tegen mij gezegd van, goh, jij bent wel een bijzonder mens. En die kende me best goed. Hè? Oh, je bent wel een bijzonder mens. Ja, dat vind ik ook. Ik ben een heel bijzonder mens. Maar ik ga er niet zo gek uitzien zoals zij. Dan zegt ze hier, daar heeft ze het over de phallus en de vulva. En de vulva is de vagina. En die wordt geassocieerd met vrouw, zegt zij dan. Hè? En zij weet niet wat vrouw betekent. Nee, ze weet ook niet wat een planeet betekent. Zij heeft een ernstig probleem met het maken van onderscheid. Dus waarschijnlijk als je haar vraagt van, ja, wat is het verschil tussen een driehoek en een cirkel? Dat zij zegt, nou, dit vind ik nou typisch male dominant onderscheid maken. Ik vind iedere driehoek eigenlijk ook een beetje een cirkel. En op het moment dat je gaat zeggen dat driehoeken geen cirkels zijn, dan ben je niet inclusief bezig, hoor. Of zoiets, hè? Ja, en dan heeft ze hier een lijstje gemaakt. Ze zit op 3.19. Hier. Dan heeft ze het over de vrouwelijke ethiek. En dan staat er the woman's ethics
which is an opening of and to another threshold. En dan staat erachter irigaré. Die heb ik niet opgezocht. Maar we gaan even kijken naar het lijstje. Aan de linkerkant staat aan de phallus. Dan daaronder het lijstje singular, solid, external, visually apprehensible, perceived at once, essence, object, strong, logical, God is a dick. Slik. En dan rechts de vulvic, de vagina. Manifold, multiple, fluid, internal and external. Never altogether visible. Perceived through perspective. Lack castrated aperture. Threshold, ambiguous, fluid. Dat is twee keer. And demons are cunts. Dit mens is gewoon knettergek. Zij heeft het over seksmagiek. Ik heb er een stukje naar geluisterd. Het is alleen maar onzin. Dit is pure lulkoek. Behalve dat het door een kant wordt uitgesproken. Dus je moet zeggen, dit is een atypische kutkoek. Dat meen je niet. En dan even over demonentoestand. Het werkt. En er is een man geweest in de 20e eeuw. En die noemde zichzelf de meest kwaadaardige mens ter wereld. En dan weet hij die nou ook alweer. Schiet me zo al te binnen. Van hem komt die term seksmagiek. Hij hield zich daarmee bezig. Aleister Crowley heette die. En Aleister Crowley, die heeft een keer een ritueel gehouden met een jongere man. En dat ritueel vond plaats in de woestijn ergens in Marokko. Maar het kan ook Tunesië zijn geweest. En hij is met die man de woestijn ingelopen. En het kwam erop neer dat hij dan kaarsjes in de grond ging zetten en een pentagram ging tekenen en een oeleboele roepen. En toen dat ritueel voorbij was, is hij met die man teruggekeerd naar de bewoonde wereld. En vanaf dat moment dat ze die man weer zagen, maar waarschijnlijk al iets daarvoor, waarschijnlijk tijdens het ritueel, is die man knettergek geworden. En is beland in een inrichting voor knettergekke mensen. Vanaf dat moment was het dan iemand, zoals ze dat hier in Nederland netjes noemen, iemand met een beperking. Iemand die niet langer zelfstandig kan wonen en die is dus geëindigd in een inrichting. Dus dat je weet, als je afvraagt van god Perry, ben jij van mening dat het oproepen van demonen en zo, dat dat daadwerkelijk fysieke consequenties kan hebben in de echte fysieke wereld? Jazeker. En werkt het ook? Jazeker. Ik heb een sessie meegemaakt met glaasjes schuiven en die werkte. En ik kon die mensen vertellen wat ze geschoven hadden en ze schrokken zich helemaal te pletter. En ik zat daar met mijn christelijke achtergrond, ik deed ook niet mee. Dat vond plaats in mijn kamer. Ik zei, nou, dat mag het in mijn kamer doen, ik doe alleen niet mee. Ik kijk wel. En ik zag wat er gebeurde. En die mensen hadden niet in de gaten wat ze aan het schuiven waren. En ik heb het uitgelegd en ze schrokken zich helemaal te pletter. Mensen hebben daar echt last van gehad. Het devies is, hou je niet bezig met demonische toestanden. En ik weet het, als ik dat ga zeggen, dat jij dan juist gaat denken van, nou ja, als Perry dat zo zegt, ga ik het toch een keer proberen. En daarom vind ik dat je het er ook eigenlijk helemaal niet over moet hebben. Maar toch wil ik het gezegd hebben dat het gevaarlijk is, omdat het werkt. En hoe het werkt, het komt omdat de wereld die wij waarnemen, dat is uitsluitend de objectieve werkelijkheid. Dus dat is de werkelijkheid, het is slechts een deel van de werkelijkheid.
En er is een werkelijkheid en die is niet dus objectief. Die is niet meetbaar, die is niet telbaar. Noem dat maar de... Nou, dat is de werkelijkheid die er echt is. Dat is het ding op zichzelf. En daarin is God de schepper. En daarin zijn demonen. En ja, die kan je oproepen. Maar die zijn je vriendje niet. De demonen die zijn jaloers op de mens. Die maken de mens kapot. Dus als jij een demon uitnodigt, die maakt je kapot. Ze hebben het niet voor niets door. Het wordt dus gedaan, hè. Er is zo'n band en die heet Propaganda. De hele treffende naam. Een Duitse band. Of die komt uit Duitsland. Ik weet niet of ze allemaal Duits zijn, maar die komt uit Duitsland. Die hebben dat... The first cut won't hurt at all. The second only makes you wonder. The third will get you on your knees. You will start bleeding and I will start screaming. Dat puur demonische teksten. Propaganda. En ze hebben nog een ander nummer, dat is Dr. Dinges Magon of zo. En daarin zingen ze Sell him your soul, sell him your soul, sell him your soul. Dr. Huppeltje Pup. Nou ja, je kan ze opzoeken. Propaganda. The first cut won't hurt at all. Er zijn mensen die houden zich daarmee bezig. Zeer zeker. En ik zeg je, het is niet goed. Als het niet zou werken, zou ik het niet tegen je zeggen. Als het niet zou werken, zou ik tegen je zeggen, nou ja, dat werkt toch niet, maar ga gerust je gang, maar slaat nergens op, want het werkt niet. Het punt is, het werkt wel. Dat is het hele ding. En deze vrouw, want zij weet dan zelf niet wat het is. Nou, ik zie een vrouw, je houdt mij niet voor de gek. Even terug naar die foto van haar. Dit is een vrouw. Ik kan het zien. Dit doet een man niet. Tenzij die queer is. Tenzij die zo gek wil overkomen zoals zij. Maar dit doen vrouwen. Door Nina Hagen. Die zag er ook zo uit. Er zijn wel meer van die vrouwen die zichzelf zo toetakelen. Dit doen normale mannen niet. Dit doen normale mensen niet, normale vrouwen ook niet. Maar onder vrouwen zie je dit dus. Die gaan dit soort dingen doen. Dan gaan ze ook een rare boekje schrijven. Het gradueel stapje voor stapje uitfaceren van voortplanting. Dat zijn mensenhaters. Die vrouwen die bezeten door een demon. Ik zeg je net, demonen zijn jaloers op de mens. Nou, dit krijg je ervan. Leuk, hè? Hij is een professor geworden in Cambridge. Een hele dure grote universiteit van Engeland. Weet je ook gelijk dat dat helemaal geen drol meer voorstelt. Ik ga mijn dochter hiermee confronteren en mijn dochter vragen wat zij ervan vindt. Want mijn dochter is ook zo helemaal into queer identity politics dinges. Ik ben benieuwd hoe zij zich hier uit gaat lullen. Hoe zij zich hier uit gaat kutten. Ongelooflijk dit. En dan het ding dat het dan gaat om blanke, mannelijke, heteroseksuelen. Die krijgen de schuld van alle narigheid in deze wereld. Slaat dat op? Ik laat even een pauze vallen, maar waar slaat dat op?
Wat heb iemand als ik, neem mij als voorbeeld, wat heb ik de haar nou aangedaan? Wat heb ik de mensheid nou aangedaan? Ik ben verantwoordelijk geweest voor een kind, samen met een vrouw. Nou, die vrouw die deed alleen maar op de bank zitten en een beetje ouwe hoeren over de telefoon met iedereen die ze maar kende. En op Facebook zitten, echt helemaal geen drol. Ik deed de huishouding, ik heb het kind leren lezen, ik heb het kind leren rekenen, ik heb het kind leren steppen, ik heb het kind leren fietsen, ik heb het kind leren zwemmen. En wat is er nou mis mee? Nou, volgens haar ben ik een zwijn. En als jij een heteroseksuele man bent, van de blanke soort, met wat weinig melanine in je huid, dan ben je dus ook de bok in haar ogen. Ze haat jou. Ja, stam van de aap af, hè? Kan duidelijk zien. Wat voor soort aap denk je eigenlijk dat ze afstamt? Orangutan? Of chimpansee? Hè, chimpansees die eten ook graag chimpansees, hè? Weet je dat? Vinden ze lekker, hoor. Chimpansees op een tijd. Op zijn tijd vinden chimpansees dat wel lekker, hoor. Dus als jij chimpansee bent, hè? En je ligt niet lekker in de groep. Ja, even later lig je op je rug en word je opgegeten. Zo doen chimpansees dat. Hè? Die vreten de elementen op die hun niet bevallen. Die zijn er vrij nuchter in. Nee, zou zij van de chimpansees afstammen? Zou je een keer aan haar moeten vragen. Of bonobo's. Er zijn ook chimpansee-achtige en bonobo's die neuken echt heel veel. En dan iedereen met iedereen. Ook mama's met hun zoontjes of zo. Dat maakt echt allemaal niet uit bij de bonobo. Dus als jij als bonobo geboren bent, het enige wat je weet is wie je moeder is. En voor de rest weet je helemaal niks. Je vader, dat kan iedereen zijn. Kan ook je broertje zijn. Dat werkt prima bij de bonobo. En ja, hebben wij er wat van te zeggen? Nee, helemaal niks natuurlijk. Maar ja, kennelijk zijn dus sommige bonobo's geëvolueerd tot dit, wat je hier ziet. Mensen knettergek. Je gaat toch niet... Dat hele seksmagiek gebeuren, dat is van de 20e eeuw. Met Aleister Crowley. En we weten allemaal dat die hele club rondom Crowley, die mensen die zijn allemaal aan de bedelstaf beland. Iedereen die met hem meedeed. Er is een vrouw geweest, die heeft nog een tijdje... Ja, die was dus... Die club van Crowley viel uit elkaar. En die ene vrouw, er is een soort biografie van opgesteld of zo. Die heeft nog een tijdje geld weten te verdienen in de prostitutie. En toen werd haar lichaam te oud om daar nog in iets van betekenis te kunnen zijn. En toen was het armenhuis. Leuk, hè, seksmagiek. Als je daar als vrouw van 73 met hangtieten en hangbillen in een armenhuis zit... Zonder kinderen, zonder familie, helemaal niks. Geen vrienden, geen kennissen. Maar wel leuk aan de seksmagiek gedaan. Dat je dat overweegt. Maar ben je niet normaal, naar mijn mening. Hè? Ben je gewoon niet normaal. Je hoort nu beter te weten, vind ik. Bizar. Vind jij niet? Die wil je toch niks mee te maken hebben? En wat is het nou een gedoe? Dat zij dan zo... was het nou hier? Dus vaginale... Vaginale... Ja, dus de demonitalia. Ja, dat is natuurlijk een samentrekking van demon en genitalia. Vaginale demonitalia.
En dat gaat dan voor de klas staan. In Cambridge. Met een apple. Die gemaakt is door blanke heteroseksuele mannen. Ilk. Kijk, en dat haar van haar, hè? Toen mijn dochter 13 was, dan vroeg ze mij van... Pap, ik wil mijn haar blauw schilderen. Verven. Ik zei, oh, wat leuk. Ja, dat vind ik een typisch iets voor meisjes van 12, 13. Ja, dat is even mijn best. Dan zei ze van, mama mag het niet. Ik zei, nou, wat een onzin. Waarom dan niet? Ja, ze weet ik ook niet. Van mama mag ik alleen maar een klein stukje. Kwam ze even later, kwam ze binnenlopen bij mij. Helemaal blauw haar. Ik zei, oh, mocht het dus wel van je moeder? Nee, zei ze. Maar ik heb het maar gewoon gedaan. En toen zei ze er niks van. Kijk, een meisje van 13. Het is ook heel vaak geweest dat ze dus zei van... Pap, en ja, dinsdag, hè, dan komt die en die, komt langs. En ja, dan gaan we haar verven. Want dan zijn we, dat kan wel. En, ja, natuurlijk. Dat maakt mij dat uit. Ik zie twee meisjes van die bakvissen... En die gaan dan lekker pielen melino met haar haar. En dan moet het geblondeerd worden. En als het blondeerd is, dan moet er een kleurtje in. En... Ja, wat maakt het nou uit? Maar inmiddels is mijn dochter dus 20. En nu ziet ze er zo uit. Dat mag denk ik wel van haar hoor. Dat wil ze niet zo erg vinden. Maar nou ziet ze er zo uit. Een beetje een leuke picture. We zijn een beetje aan het oefenen met een mooie foto te maken. Deze was denk ik... best wel aardig. We zijn aan het oefenen om een film noir foto te maken. Dat is toch vrij normaal? Ze heeft zelfs geen ringetje meer in de neus. Ze heeft dan wel van die toeps in haar oren. Dus dan wel een beetje tribal. Ja. Maar zo ziet ze er nu uit. Nou, blij toe. Ik vind haar niet lelijk. Er hoeft verder helemaal niks mee wat mij betreft. En zij is 20. En deze persoon, die is toch ergens in de 30. En dan zie je er nog zo uit. En denk ik, meisje, 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 waar ben je mee bezig, Jus? Moet je niet een keer volwassen worden? Nee, dat is een droevige tijden. Ga je nog een mooie titel voor verzinnen voor deze fraaie uitzending? Maar dit wordt natuurlijk helemaal niks. Hè, deze vrouw, die als ze straks... Zo over 30 jaar en is ze 60. Ja, dan kan ze er niet meer zo bij lopen. Dan is er helemaal niks van over. En gaat ze dan nog het hebben over demonische demonitalia? Ga toch weg. En dat hele lijstje van het vrouwelijk geslachtsorgaan is een opening van en naar een grens of zo. Alsof er iets bijzonders in je spleet zit. Dat alleen al. Kijk, een vrouw heeft een vagina en daarachter zit een baarmoeder... En dat geheel is bedoeld voor de voortplanting. En de man heeft een penis. En daar kan je fijn mee plassen. En dat is het hele apparaat wat erbij hoort met die balzak en die prostaat. Dat is voor de voortplanting. En dat is het. En het is niet de bedoeling dat je de godganse dag gaat lopen spelen met je geslachtsorganen. En doe je dat wel, dan is er iets mis in je hoofd. Dan heb je een afwijking. En dan zou ik... Ik weet niet hoe je dat moet oplossen, maar... In elk geval, porno kijken helpt niet. Ja, dus als iemand een ontzettende hunkering heeft naar drank... Het helpt niet door dan maar extra veel te gaan suipen. Dan loop je alleen maar een alcoholverslaving aan op. Dat geldt voor seks ook.
Voor seks geldt, des te vaker je het doet, des te meer zin je erin krijgt. En als jij een hele tijd lang ga je lekker andere dingen doen met je leven, dingen die opbouwend zijn. Want het hebben van seks, seksmagiek of niet, maar seks is helemaal niks. Het is het streven naar een bevrediging. En als die bevrediging voorbij is, denk je, ja nou, dat was het dan. Nou, ik vond het wel lekker. Vond jij het ook lekker? Oh, nou, dat is fijn. Nou, dan vonden we het allebei lekker. Wat zullen we nou gaan doen? Toch? Op zijn best is het vluchtgedrag. Maar als jij in je leven lekker gezonde dingen gaat doen, je gaat lekker iets opbouwen. Voor mij koop je een oud boerderijtje en dan ga je opknappen. En je begint een lekkere loeris van een moestuin. En je hebt een leuke kerel en die maakt iets leuks van de zolderkamer. En je begint een bed en breakfast of zo. En dan bouw je wat op. Dan ga je de hele dag lekker hard werken. Dan heb je helemaal niet zoveel zin in seks. Dan doet het er allemaal niet meer toe. Ja, dan neem nou, ik ben toch heel lekker bezig ben. Maar kijk eens naar die sekswinkels. Daar verkopen ze dus hulpmiddelen en dingen als sexy lingerie. Zodat je nog een beetje zin krijgt. Dat je nog opgewonden wordt van je partner. Dat je partner moet een of ander pakje aan. En dan heb je wel zin. Dat is toch onzin? Dat moet je gewoon helemaal niet doen. Die hele seksuele lustopwekking, daar moet je niet aan beginnen. Dan zou je jezelf ermee vermoeien. Ja, maar ik vind het zo lekker. Ach, hou toch op. Kijk, dat mensen seks hebben, ik vind het allemaal hartstikke best, maar je moet er niet over zeuren. En je moet er zeker niet in seksmagiek gaan doen. En je moet het niet aan de grote klok gaan lopen hangen. En je moet niet aan dingen gaan doen als een sekscultus of een sekscursus. Dat moet je helemaal niet doen. Want het is helemaal niks. Het is één grote leegte. Heeft een man, dat was een beroemde Australische artiest. Die hele lange man, weet ik weer. Oh ja, Nick Cave. Nick Cave en The Bad Seeds. Een best een goede artiest. En die heeft gezegd, seks, dat is leuk vanaf je 50ste. Nou, daar heb ik mijn hele tijd aan vastgeklampt met mijn armetierige seksleven. Dat ik dacht van, nou, als ik de 50 ben, dan volgens Nick Cave en The Bad Seeds. Vanaf je 50ste wordt het dan leuk. Nou, ik ben inmiddels 60 en ja, maar ik kan niet echt zeggen dat het nou heel bijzonder leuk was. Ik heb wel een keer hele, ja, het was wel, ik heb één, maar was het in 10 jaar tijd. Nee, seks is totaal overgewaardeerd. Je moet het er wel, ja. Maar goed, het is. En dit soort maloten zijn. En ik kan er wel lekker over zeuren. En een beetje over lachen. Ja, het is zo'n verslagen onzin. En ze is professor. En ze heeft een hekel aan blanke heteroseksuele mannen. En dat moeten ze opgehouden zijn met die soort mensen. En zij kan het weten, want ze weet ook het verschil niet tussen een planeet en de aarde. En ze weet niet het verschil tussen een man en een vrouw. En de vraag is wat ze nou eigenlijk wel weet. Tja. Ik vraag me af wat mijn dochter eigenlijk van hiervan vindt. Maar dat zal ik dan binnenkort wel horen. Hoop ik. En ter afsluiting zeg ik heel blank, heteroseksueel als man. Op zijn hamburgers. Tjus! En dag lievers.